Ja, we gaan weer lekker tekenen en we gaan tekenen zoals een kunstenaar dat doet, hè. Dus we gaan echt een natuurlijk creatieproces toepassen, zodat je echt supermooie kunst gaat maken, wat helemaal uit jezelf komt. Dus ik heb hier, als je het kijkt, ik heb hier allemaal plaatjes. Kijk, je moet weten, je kan gaan kopiëren of je kan gaan creëren. Dus, maar als je kunst wil gaan maken en echt iets moois wil gaan maken, dan ga je creëren en niet kopiëren. Dus als je allemaal plaatjes of dingen om je heen allemaal bij elkaar verzamelt. Kijk, ik heb hier een paar bomen, ik heb hier een paar stenen, ik heb hier een paar leuke katjes heb ik uitgezocht. Dus aan de hand daarvan ga ik een tekening maken. Maar het is zo belangrijk en de meeste tijd gaat in het dromen en in het schetsen zitten. Als je dat niet doet en je gaat gelijk uitwerken en afwerken, dan zit je gelijk helemaal vast. Dan klopt er niks van de verhoudingen. Dan wordt het een beetje frustratie. Dan ben je met prestatie bezig in plaats van helemaal. Dan moet het mooi worden en het lukt niet. En dan op een gegeven moment stop je dan mee. En dan eigenlijk is tekenen is gewoon één grote speelpartij. Je bent lekker aan het spelen. Dit is ons speelveld. En zo moet je het ook echt zien. Hier mag je alles wat je maar wil. Je bent hier de baas en tegelijkertijd is het je vriend waar je lekker mee gaat spelen. Dus hier, het is gewoon je eigen ruimte. Dus deze ruimte, deze leegte moet je echt zien als pure vrijheid. Nou, we gaan beginnen te tekenen. Ik kijk gewoon eventjes naar die katjes zo. Ik laat eerst even, want goed leren tekenen is goed leren kijken. Heel goed kijken. Neem de tijd om te kijken. En die eerste droomfase, we zetten eerst een hele tekening of een schilderij, wat je maar wil, eerst op als een droom. We gaan eerst een soort van compositie dromen, hè. We gaan een beetje zodat het een avontuur wordt. Dus komt er van alles komt erin. Dus ik ga eerst bijvoorbeeld, hier ga ik dan een katje dromen zo. En dan kijk ik af en toe wel eventjes van, oh ja, dat is wel een leuke compositie. Dus hier heb ik zo dat katje. Hij staat er niet helemaal. Kijk, dus je kan zien de foto, hij staat er niet helemaal op, maar dat maakt niet uit. Ik ga gewoon het katje zo dromen. Pootje. En al deze lijntjes zijn allemaal fout. Nou, waar zitten ongeveer de ogen? En als je dat heel zachtjes doet met potlood, ik gebruik houtskool, want dan kan je het duidelijk zien. Maar als je het heel zachtjes doet, al die foute lijntjes met potlood, dan zou je ze weer uit kunnen gummen. Maar omdat ze zo zacht zijn, hoef je ze niet uit te gummen, want dan kan je er gewoon overheen werken en uiteindelijk wordt het wel weggewerkt. Dus ga zo zacht mogelijk, een droom. Dit is echt het punt waar heel veel al gelijk helemaal gestrest raken. Want ze zeggen, oh, ik moet iets moois maken of zo. Nee, dit is gewoon lekker spelen. Gewoon tralalala, lekker. Gewoon lekker spelen. Dus we hebben hier zo het snoetje zo'n beetje. Dus er komt hier een pootje. Zo. En dan hebben we hier nog een katje. Die zit er mooi naast. Die gaan we ook eventjes dromen. Zo. Ogen. Zo. Kijk, en het is allemaal. Ja. De foute lijntjes zitten een beetje in de buurt, maar ja, je kan echt. Kan nog echt alle kanten op. Dus ik geef mezelf en ik gun mezelf de vrijheid om steeds te kunnen veranderen. Als iets groeit, hè, kijk maar naar een boom, als iets groeit, natuurlijk groeit, dan is dat een constante verandering. Dus we zijn constant aan het veranderen. Dus dat moet je ook kunnen laten gebeuren. Dus als je gelijk van die vaste lijnen zet, dan kan je het niet meer veranderen en dan kan het niet meer groeien. Elke vorm, elke lijn moet kunnen groeien. Dus we gaan zo. Ook zie je nog een mooi pootje op het hoofdje zo. Contact, dat is leuk zo. En ik zie hier nog een leuk katje. Kan ik bijvoorbeeld een soort van even dromen. Ga ik hier zo bovenop. Die zit dan op de rug. Dit is wel leuk zo. Kijk hier zo. Zit hij op de rug. En die kijkt dan. En ik kijk heel veel naar het voorbeeld. Want ja, weet je, je weet niet gelijk wat je allemaal ziet. Want we zien zoveel dingen. Dus als je denkt van, oh, ik zie het gelijk precies zoals het is, dan zit je helemaal mis. Want je ziet het niet gelijk. Het moet groeien ook. Echt kijken is groeien. Laat het beeld groeien. Dus zo.
hebben we ook een katje. Hier zit het oogje ongeveer. Nou, ongeveer zo. Even strak trekken. Kijk, hebben we hier zo. En dan doe ik nog even het staartje zo. En hier. Oké, met een staartje zo. Nou, ik heb hier een paar voorbeelden van stenen. Die kan ik mooi gebruiken. Ik kost het letterlijk allemaal over. Die doe ik er een beetje zo voor. Dus ik ga eerst het hele beeld ga ik zo tekenen. Een paar stenen hier. Komt een steen, zit er overheen, de overlap. Kijk, dingen komen voor en achter elkaar. Dat is heel belangrijk bij een tekening. Als je dat doet, dan kom je veel meer in de tekening terecht. Wordt het echt een ervaring, wordt het echt een avontuur. Want er ontstaat diepte, er ontstaat echt een wereld. Dus je wordt eigenlijk in deze wereld getrokken als je dingen voor en achter elkaar gaat tekenen, zeg maar. Hè? Dus met heel veel variatie. Hier ook nog even. En kijk, deze katten, dat zit een beetje in het midden. Dus we moeten er ook voor zorgen dat we te maken hebben met afsnijdingen. Kijk, deze stenen worden hier afgesneden. Dus het gaat eigenlijk, het wereldje gaat door. Dus dan zouden we hier achter, zouden we ook nog hebben bijvoorbeeld een boom. Even kunnen dromen. Zo. Kijk, en die wordt hierboven afgesneden. En dan hebben we hier ook nog een boom. Die wordt hier afgesneden aan deze kant. En dan hebben we hierachter ook nog even wat. Zie, dus we hebben te maken met. En dat, ja, dat is fijn om elke keer het toe te passen. We hebben te maken met overlappingen en afsnijdingen. Dus echt heel belangrijk als je gaat tekenen voor tekenplezier. Dus je ziet wel dat ik zo'n hele droomtekening helemaal opzet. Zo. En ik doe er nog even een boompje achter. Of dat je hier zo. Dus het is eigenlijk, en dan zal hierachter een zonnetje komen, de lucht, en dan hebben we hier ongeveer de horizon, zo. De bomen, die komen dan hier zo langs. Zo, op, een beetje recht houden. Zo. Nou, dan heb ik dus die hele droomtekening heb ik gemaakt en dan kan je gewoon hier nog een beetje gras maken, kan ook hier nog een steen maken. Dus je maakt altijd een hele droomtekening. Dus je gaat nooit één dingetje helemaal afwerken en dan verder. Nee, je gaat eerst de hele droom opzetten. Dat is echt de eerste stap van een natuurlijk creatieproces waardoor een eigen unieke stijl ontstaat en zo, dat je, waarin je alles kan maken wat je maar wil. Maar ook bijvoorbeeld als striptekening, maar ook als realistisch, alles is, kan op deze manier kun je alles maken, kan je nog alle kanten op. Dus ik kan hier nog een striptekening van maken, ik kan hier een realistische tekening van maken. We zijn nog helemaal vrij, dus, en dat is wat je moet doen, je moet jezelf vrij laten, vooral in het begin, later in het creatieproces. Kijk, we hebben hier eerst dromen, dan gaan we schetsen, uitwerken, afwerken. Dus later als we gaan uitwerken en afwerken en zo, dan geldt dat, dan krijgen we meer met techniek te maken en zo. Maar hier in het begin is het gewoon heerlijk spelen, heerlijk vrij. Kan alle kanten nog op, want dan ontstaan de allermooiste vormen. Kijk, nu gaan we dus schetsen. Dus dan gaan we echt kijken van oké, tussen al die lijntjes, welke lijntjes kan ik het beste gebruiken. Even kijken, zo. Ja. Dus dan ga ik kiezen eigenlijk voor welke vormen ik ga. Waar ik verder mee ga. Dus ook die ogen. Kijk, dus dan ga je. En een mens heeft heel erg gevoel voor balans. Want ja, we blijven staan, zeg maar. Dus we hebben al alles. We zoeken altijd de balans in dingen. Dus tussen al die foute lijntjes, dus bijvoorbeeld tussen deze lijntjes, die lijntjes. En hoe meer lijntjes je zet, hoe meer kans je hebt om de goede balans te vinden in het geheel. Dus dan kan je zeggen van oké, dan ga ik hier. En ik kijk ook weer eventjes naar het voorbeeld. Dan voel ik als het ware dat hier ergens, hè, hier ergens, dat dit ergens de goede vorm is. Dus
En dat is schetsen. Schetsen is balans zoeken. Balans zoeken. Dus dromen is richting. We gaan een bepaalde richting op, hè? Dus we geven richting aan. Dromen geeft de richting aan. En schetsen zorgt voor de balans. Dus gaan we hier nog een beetje mee verder. En kijk, en elke keer, hè, dus we gaan het zo helemaal bij langs. En dan straks ook met het uitwerken en afwerken, kunnen we al gewoon weer, gaan we het weer even loslaten. En dan gaan we weer verder, Dus we gaan steeds zo'n natuurlijk creatieproces toepassen. Steeds erop. Al die laagjes. En dan krijg je een prachtig mooi geheel uiteindelijk. En wat helemaal klopt. En omdat het in je eigen stijl gebeurt, klopt het ook. Ja, klopt het ook gewoon echt helemaal. Het past helemaal bij jou, het hoort bij jou. En dan voelt het ook goed dat je het hebt gemaakt. En dat, kijk, dus hier ga ik nou alles eventjes zo bij langs. Kijk, als je zo'n droom met houtskool gaat het een beetje lastig. Maar als je een droomtekening maakt, doe je heel zachtjes, hè, heel veel zachte lijntjes. Als je gaat schetsen, ietsje harder, maar ook nog vrij zacht. Hè? Dus zo bouw je het langzaam op. En als je gaat uitwerken en afwerken, dan maak je de lijnen. Dan ga je echt kiezen voor welke lijnen. En dan, ja. Dan kan je wat lijnen wat dikker maken. Of ja, het is maar net waar je voor kiest. Maar met dromen en schetsen altijd zachtjes werken. Kijk, ik ga nou echt zoeken tussen al die lijnen. Als ik nog zoveel lijnen heb, kan ik gewoon. Heb ik lekker veel. Ik heb mezelf heel veel mogelijkheden gegeven. Nou. Hier ga ik, kom ik straks nog wel even verder mee. Dan ga ik beginnen. Hè, maar dan hebben we het geschetst. En dan ga ik de volgende stap. Is het uitwerken. Dus dan ga ik gewoon wat pastelkrijt. Dat is een prachtig spul, pastelkrijt. En dan ga ik hier. Nou, deze heeft allemaal kleuren. Maar ik ga mijn eigen gang gewoon een beetje. Maar. Ik kijk wel naar de plaatjes zoals de werkelijkheid, dus de kleuren in de werkelijkheid zich gedragen. Dus ik kan er heel veel uit halen. Maar het is altijd een beetje van de werkelijkheid om ons heen en de werkelijkheid van jezelf. Kijk, als je dan dit mooi gaat uitvegen zo. Dat is de eerste stap, zeg maar, van het uitwerken. Ik kan er ook voor kiezen om de lijnen, contourlijnen met een pen of met Oost-Indisch inkt duidelijker te maken. Allemaal uitwerken. Kijk, hier is een steen voor, dus daar moet ik niet overheen. Nou, maak hier van die andere kant maak ik wel een andere kleur, want dan is het wat duidelijker. Op het plaatje hebben ze dezelfde kleur. Maar ik. Kijk, dat is, je maakt gebruik van de vrijheid die ik heb. Hè? En ik ben niet bang om te creëren. Want ja, mensen zijn er om te creëren. We creëren elke dag in het klein, in het groot. Maar we doen alles creëren. Kijk, en als ik dit heb gedaan, kan ik later weer alles nog een keertje, als die lijnen allemaal niet duidelijk zijn, dan kan ik daar nog een keertje overheen. Even kijken, welke. Deze is ook een mooie kleur voor deze. Oh kijk, hier is nog het pootje van die andere kat. Zo. En ja, dit is zo'n mooi spul. Dat is pastelkrijt. Dat kan je gewoon uitvegen. En dan is eigenlijk opgedroogde verf. Zo gedraagt het zich. Je kan ermee mee mennen op papier. Dus het gedraagt zich echt precies zoals verf. Dus dan kan je alle kanten mee op. Dus ik kan bijvoorbeeld hier de witte hebben. Dan kan ik hier een lichtinval. Dan kan ik hier wit maken. Ik kan ook, als we dan de zon hier hebben. De zon komt dan op. En die kan dan hierboven. Waar je dan denkt waar de zon, die zonnestralen dan terechtkomen. Kan je allemaal mee spelen en nou ja, ik zal deze nog even het pootje. Staat hier wat pootjes. En je ziet wel dat ik helemaal niet zo netjes werk. Dat is gewoon, het blijft spelen. Als je kunst wil maken, dan moet je eerst heel goed kunnen kliederen.
Het kliederen, dat is die droom, de droomstap, is echt de eerste stap. Als je dat niet doet, dan kan je onmogelijk kunst maken. Want het begint altijd met een vorm van chaos, lekker kliederen, dingen bij elkaar zoeken. En zit er nog geen samenhang in. Het zweeft allemaal rond, dus dat is eigenlijk chaos. En dan maken we er een nieuwe orde van, een eigen unieke orde. Dus een herordening van de werkelijkheid. En dan hebben we kunst gemaakt. Dat is echt zo mooi. Dus ik wil hier even. Oh, en deze beetje dit kleurtje. Een mooiere. Blauw. Hier zo achter de bomen. Je ziet wel, ik laat dit hier even met rust en ik ga gewoon daarmee verder en dan ga ik steeds stapje voor stapje, steeds in lagen ga ik het afwerken. Dan krijg je echt een natuurlijk geheel. Dan groeit het echt zoals een boom groeit, zoals de natuur groeit. En wij zijn ook allemaal natuurlijk, dus als wij iets willen creëren, zullen we ons daaraan moeten houden. Anders wordt het een kopietje, dus net als het een... Weet je, dan wil je eigenlijk net zo werken als een robot werkt of een computer werkt. En ja, dat zijn we niet, hè. Wij zijn mensen. Dus en wij zijn in staat om kunst te maken. Dus een robot kan ook absoluut geen kunst maken natuurlijk. Hè. Dat is, want daar is bezieling voor nodig. Dus we, en dat, ja, dat is lage nodig, hè. Hier groen. Hier zo is het gras. Ik doe het allemaal lekker snel, maar het gaat gewoon... Lekker relaxed thuis aan het werk. Met afwerken ook. Ik ga het niet helemaal perfect afwerken nu. Want dan zou het wel een hele lange video zijn. Dat is allemaal niet nodig. En als je maar... Want het dromen en het schetsen, dat zijn toch de punten waar de meeste mensen enorm veel moeite mee hebben. Hè? Omdat we dat niet leren op school. Want we leren op school gelijk altijd het antwoord. Hè? Er zijn goede antwoorden. Als je die geeft, dan...